Hoe kunnen we malaria uitroeien? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik ga beginnen met een vraag. En ik wil graag handen zien. Wie denkt er dat uiteindelijk wel eens malaria weer zou kunnen terugkomen in Nederland? Wow, dat zijn er veel. Jullie zitten er allemaal naast. Laat ik je één ding vertellen. Malaria zal nooit meer terugkomen in Nederland. Waarom niet? Want ons publiek gezondheidsstelsel is gewoon veel te goed ontwikkeld. Stel, er komt iemand binnen vanuit Afrika met parasieten. Infecteert onze Nederlandse malaria-mug. En dan kan die misschien nog mevrouw bijten. Wordt u ook ziek. En misschien daarna nog meneer. Maar dan gaan er toch allerlei bellen rinkelen in dit land. En dan komt een RIVM en de Voedsel- en Warenautoriteit. En dan komen allerlei instanties komen dan in actie. En dan wordt snel genoeg heel zo'n uitbraak uitgeroeid. Dus als u mooie verhalen in de kranten leest van oh, klimaatverandering en malaria komt terug in Nederland. Gaat niet gebeuren. Overigens is het zo dat wel vorig jaar waren er 60 gevallen van malaria in Griekenland. Dus laten we nou niet denken dat we onze lauweren kunnen rusten. Want zodra je publieke gezondheidsstelsel in elkaar knalt, dan staat malaria zo weer aan de deur te kloppen en is weer terug in no time. Dus we moeten wel gewoon oppassen. Malaria betekent letterlijk slechte lucht. Malaria. Komt uit het Italiaans. Daar komt het vandaan. Malaria. Er zijn 5 verschillende soorten malaria-parasieten die mensen kunnen infecteren, die ons ziek kunnen maken. Er zijn er veel meer, maar die zijn voor dieren en voor hagedissen en voor weet ik niet allemaal. Maar er zijn er 5 die mensen kunnen ziek maken. En ik ga eigenlijk nu proberen om in een tijdsbestek van 15 minuten even door een eeuw malaria heen te rossen. Dan even 1 eeuw aan ontwikkeling in het malaria-gebied gaan we even doorlopen samen. En ik begin in 1880. In 1880 werkte er een Franse legerarts in Constantine in Algerije. En deze meneer is bezig met het bloed van zieke soldaten af te nemen. En hij is de eerste die door zijn microscoop, die Laveron, Alphonse Laveron, die ziet door zijn microscoop als eerste malaria-parasieten bewegen. En toen wisten we eigenlijk, het had niet te maken met een bacterie, want dat dachten we tot op dat moment, maar we hadden te maken met een parasiet. En dus gaat die Laveron die gaat naar die Pontijnse moerassen waar we het in het vorige college over hadden. En hij gaat op zoek in de modder van die moerassen naar die parasiet. Want ja, moerassen, slechte lucht, daar zit malaria aan gekoppeld. Dus hij dacht dat hij hem daar zou vinden. En dat lukte hem natuurlijk niet. Het ging nog veel langer duren. Het ging zelfs duren tot 1897. En toen was er een Engelse legerarts, Ronald Ross. Die krijgen we te zien, hier is hij. Ronald Ross die werkte in een klein dorpje in India, in Secunderabad. En in Secunderabad was hij bezig om te kijken of hij muggen kon infecteren met malaria-parasieten door ze te voeden op zieke mensen. En hij had een probleem. Hij had namelijk 2 jaar lang had hij de verkeerde mug gevoerd op zieke patiënten. Hij had Culex-muggen gevoerd, maar hij moest malaria-muggen voeren. En er was op een gegeven moment een coolie en die komt op een avond en die zegt van nou, ik heb hier een ander soort mug gevonden. Misschien moet je die eens proberen op een zieke persoon. Hij had 4 muggen. En hij voedt die 4 muggen op die zieke persoon. En iedere avond daarna begon hij onder zijn microscoop te kijken of hij op de maag van die muggen die malaria-parasiet kon terugvinden. En die parasiet heeft natuurlijk tijd nodig om te ontwikkelen in die mug. Maar op die 4e avond, op 20 augustus 1897, ziet Ross voor het eerst in de geschiedenis de malaria-parasiet op de maag van de mug. Een waanzinnig mooie ontdekking waarvoor hij in 1902 de eerste Nobelprijs in de geneeskunde zou gaan ontvangen. Ronald Ross. Geweldig verhaal. Toen wisten wij als mensheid dat muggen malaria overbrengen. En voorheen was Afrika vergeven van malaria. En Afrika stond bekend als de white man's grave. Het graf van de witte, van de Europeaan. Omdat wanneer je daar naartoe ging als missionaris, of je moest daar gaan werken, die malaria was zo intens daar, dat die mensen die gingen letterlijk als vliegen gewoon ten onder. De meesten al binnen een paar maanden nadat ze in Afrika aankwamen. Maar nu dat we wisten dat muggen malaria overdragen, gingen we er van alles tegen ontwikkelen. We gingen op zoek naar verschillende methoden om die muggen te kunnen doodmaken. In 1920 vonden we een middeltje en dat heet Parijs Groen. Dat is een arsenicumpoeder, wat ongelooflijk goed werkt tegen larven
van muggen in het water. Dus als je dat gewoon over het water uitgooit, dan gaan al die muggenlarven die gaan dood. En zo kun je je malaria bestrijden. Dat was al in 1920. Maar de echte grote ontdekking, die zou pas later gaan komen. De echte grote ontdekking, die kwam vanuit Zwitserland. En het was in Zwitserland dat in de jaren 30 werkte een meneer met de naam Paul Müller. En Paul Müller, dat was een onderzoeker. En hij was op zoek naar nieuwe manieren om insecten te doden. En Müller kwam op een gegeven moment terecht bij het goedje dichlorodifeniltrichloroethaan. Oftewel DDT, ja juist. DDT. En op een gegeven moment test hij DDT. Hij test DDT in het lab. En hij spuit op een gegeven moment. Gaat hij spuiten en hij spuit tegen vliegen. Hij is bezig om te kijken of die vliegen met dat nieuwe stofje kan gaan doden. En wat doet hij? Hij spuit op een gegeven moment op een muur. Spuit hij. Hij spuit. Het goedje. En die vliegen die landen daarop. En die vliegen die zijn in no time dood. En hij wordt kwaad. Hij wordt kwaad op zijn personeel. Want hij denkt namelijk dat ze hem verkeerde vliegen hebben gegeven. Slechte kwaliteit vliegen. En hij krijgt nieuwe vliegen en hij zet die weer op dat glas. En die gaan weer snel dood. En daarna laat hij het schoonmaken en hij zet er nieuwe vliegen op. En ze gaan weer dood. En hij had DDT ontdekt. DDT wat zeer persistent is. Wat lang op die muur blijft zitten. Wat ongelooflijk goed is in het doden van insecten. En goedkoop. Dus plotseling had de wereld een nieuw wapen in de handen om malaria mee te lijf te gaan. En dat gebeurde op een enorm grote schaal. En het gebeurde eigenlijk al een paar jaar later in de Tweede Wereldoorlog in Napels. Er was daar een uitbraak van vlektyfus. Vlektyfus is een ziekte die wordt overgedragen door luizen. En als mensen in schuilkelders bij elkaar zitten en ze kunnen zich niet wassen, dan doen die luizen het heel goed. En die gaan van de ene naar de andere persoon. En zo krijg je de overdracht van vlektyfus. Net als Anne Frank, die stierf aan vlektyfus in Bergen-Belsen. En wat doen die Amerikanen? Die gaan er naartoe naar Napels en die sprayen. Hier. Bij 1,5 miljoen mensen een lading DDT onder hun kleren. Om van die luizen af te komen. Binnen 3 weken hadden ze die hele epidemie van vlektyfus onder controle. Een waanzinnig succes. En zo ging het ene na het andere land ging ze malaria te lijf en uitroeien. En de Verenigde Naties in 1948 al begonnen te speculeren. Misschien hebben we een wapen waarmee we wereldwijd gewoon malaria voor eens en voor altijd kunnen uitroeien. Er kwam een belangrijke conferentie in Kampala in Oeganda in 1950, waar het besluit wordt genomen, we gaan ervoor. We gaan als wereld, gaan we malaria voor eens en voor altijd de nek omdraaien. En in 1955 begint de campagne. Ieder land gaat die malaria aanpakken. En dat zou lopen uiteindelijk tot 1969. Maar wat gebeurt er? Al voordat de campagne begint in 1951 zijn er 2 Grieken. En die waren precies met dit bezig wat ik net ook deed. En die waren aan het spuiten in een huis. En ze komen een paar dagen later terug in datzelfde huis. En wat zien ze op de muur zitten? Malaria-muggen. Resistentie. Het was voor het eerst dat we resistentie vonden tegen het wondermiddel DDT. Het zou nog slechter gaan. We hadden in de jaren 30 al chloroquine gevonden. Een synthetisch antimalariamiddel. En in 1957, net nadat de wereld begon met uitroeien, was er resistentie. Die werd gedetecteerd in de regio tussen Thailand en Cambodja. Dus we zaten in de problemen. In 1959, trouwens, werd malaria uitgeroeid hier in Nederland. We hadden malaria in Noord-Holland, Zuid-Holland, een beetje in Groningen. En uiteindelijk hebben we daar uitgeroeid. Het laatste geval in 1959 en 1970 zijn we officieel schoonverklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie. In die tijd ging het een na het andere land succes halen. Amerika roeide uit in 1951. Europa, 1962 Italië, Rusland, Taiwan, Australië. Het een na het andere land ging die malaria aanpakken. In India werd een campagne opgezet waar 1 miljoen mensen in meewerkten. De grootste public health campaign die ooit gehouden is in de geschiedenis vond plaats in India tegen malaria. 1 miljoen mensen waren aan het spuiten met DDT.
Massale hoeveelheden werden er gespoten. India had in de jaren 40 en 50 70 miljoen gevallen van malaria op jaarbasis. In 1962 50.000. Sri Lanka had daar op jaarbasis 2,5 miljoen. In 1962 nog 17. Bijna uitgeroeid. Maar net niet helemaal. Vanwege die problemen met resistentie. En er kwam een ander probleem. Er kwam een ander probleem, namelijk dat die Amerikanen, die werden gewoon helemaal gek van dat spul. Die hadden gewoon slogans, DDT is good for me. Reclame, DDT is good for me. Dat gebeurde echt. Dus die spoten gewoon overal. En dat kon niet lang goed gaan. En in 1962 wordt er een boek gepubliceerd in Amerika door een mevrouw en die heette Rachel Carson. En Rachel Carson schreef het boek Silent Spring, de stille lente. Door al dat gebruik van DDT zouden we namelijk de vogels gaan doden. Ophoping van DDT in de voedselketen komt uiteindelijk in onze roofvogels terecht. En die zouden dunnere ijsschalen krijgen. Vogels gaan erop zitten, breken de ijsschalen en de jongen gaan dood. Uiteindelijk wordt er gelobbyd. En in 1972 gaat Congress in Amerika akkoord en wordt DDT voorgoed en voor eens en voor altijd verbannen in de States. En kort daarna volgde Europa. Maar wat was nou het probleem? In Afrika had men die DDT nodig voor een malariabestrijding. En plotseling zeiden wij als Europeanen, sorry, je kunt wel geld van mij krijgen, meneer Afrika, maar niet meer voor DDT. Dat willen we niet meer. En die Afrikanen die hadden geen alternatief. Er zijn berekeningen geweest dat in de periode dat Afrika geen DDT kon gebruiken, er wel eens 30 miljoen kinderen zouden kunnen zijn gestorven vanwege het feit dat er geen fatsoenlijke malariabestrijding was. Rachel Carson wilde levens redden door mensen niet bloot te stellen aan DDT. En in Afrika gingen ze gewoon als ratten. Dat is onze geschiedenis. In 1980 komen Engelse en Japanse wetenschappers op een nieuwe klasse van insecticiden. En die haalden we uit een plant, uit de pyretrumplant. Zogenaamde pyretroïden. En die pyretroïden die worden gespoten in de katoenteelt in West-Afrika. En daar werkt op dat moment in die voorkust werkt een Fransman en die heet Philippe Rank. En die man die was clever. Die dacht bij zichzelf, weet je wat? Als ik nou eens mijn klamboe neem, die boven mijn bed hangt, en die klamboe die ga ik eens dippen in dat nieuwe goedje, in dat nieuwe insecticide. De eerste die een geïmpregneerde klamboe maakt. En de geïmpregneerde klamboe heeft sindsdien een gigantische opmars gemaakt voor de malariabestrijding wereldwijd. Waarom? Als je namelijk een groot gat hebt in je klamboe, dan vliegen muggen namelijk graag door naar binnen. Maar op het moment dat die klamboe geïmpregneerd is, stoot die klamboe ook af. En is de kans dat muggen je klamboe binnenkomen vele malen kleiner. Er kwam dus een nieuw wapen. Dat werd getest voor het eerst in Gambia in West-Afrika in 1993. En daar werden 20.000 kinderen, Afrikaanse kindjes, werden onder geïmpregneerde klamboes gelegd. En wat bleek? Een paar jaar later was er een reductie in sterfte, in kindersterfte van 63%. Massaal succes met het nieuwe wapen, de geïmpregneerde klamboe. En dat is sindsdien op grote schaal toegepast. In de afgelopen 5 jaar zijn er naar schatting 300 miljoen klamboes naar Afrika gestuurd om kinderen, zwangere vrouwen en uiteindelijk ook gewoon iedereen onder die klamboe in te leggen. En daar zien we nu successen van. In de afgelopen 10 jaar zijn er meer dan 1 miljoen levens gered doordat mensen toegang hadden tot dit soort middelen. De klamboe. Maar intussen is deze ook weer terug. DDT is weer terug op de agenda, sinds 2004 al. Waarom? Omdat we resistentie hadden tegen de pyretroïden die hierop zaten. En we hadden geen alternatief. Dus we moesten weer teruggrijpen naar het goede oude middeltje DDT. En er wordt nu steeds nog enkele miljoenen kilo's DDT op jaarbasis verspoten in Afrika. Problemen? Ja. Niet alleen milieu, wat mensen denken, maar met name resistentie. Resistentie tegen DDT. Resistentie tegen de pyretroïden die op deze klamboes worden gebruikt. En je mag je klamboe niet impregneren met DDT, want kindjes zitten zo. Dus dat kan niet. Ja? Dus we moeten iets anders gaan doen. Wij zoeken naar clevere manieren om muggen het leven zuur te maken. En dat doen wij door iets wat zo simpel is als een stukje PVC. En hoe gebruiken we dat nu? Dat kan ik laten zien op dit beeld. We bouwen in huizen, lokale huizen in Tanzania in dit geval, bouwen we net onder het dak van dat huis,
bouwen we deze pijpjes in. Normaal is dat een open ruimte tussen het dak en de muren voor ventilatie, zodat het lekker doorlucht. Wij maken dat dicht en we bouwen deze pijpjes in. Maar zoals u kunt zien, aan de binnenkant van het pijpje, daar zit een stukje gaas. En dat gaas, daar hebben we een speciale coating op gemaakt, die poeders kan binden. In dit geval of biologische bestrijdingsmiddelen, dan wel insecticiden. Bouwen we in, bovenin die huizen. En muggen die dus normaal doordat die ruimte tussen het dak en de muren naar binnen vliegen om bij die mensen te komen, die dus die mensen ruiken, zoals we besproken hebben, die komen dus tegen ons gaasje aan. Met heel weinig gaas, minder dan 1% van het gaas wat ik gebruik in een klamboe, kan ik een heel huis dus muggen vrijmaken. Er komen geen muggen meer het huis in. Plus, ik kan de muggen doden door ze in aanraking te brengen met dat hele kleine, simpele stukje gaas. Groot voordeel daarvan is dat kinderen komen niet in aanraking met dat buisje wat helemaal daarboven zit. Kinderen komen dagelijks in aanraking met dit. Dit is gaas, geïmpregneerd met insecticide. Maar als ik daarboven een buisje heb, kan ik dus ook insecticide gaan gebruiken die ik normaal niet zou mogen gebruiken vlak bij kinderen, omdat ze te giftig, te toxisch zouden zijn. Ja, we hebben het erover gehad. Stel je voor, zou door klimaatsverandering malaria kunnen terugkomen naar Nederland? Ik heb u het antwoord erop gegeven, dat is nee. Maar er zijn een hele hoop andere ziekten die rond waren en die kunnen ons het leven heel erg zuur gaan maken. Die waren ook al rond in Zuid-Europa. Ze zijn er al, ze staan voor onze deur en wat ons te wachten staat, daar gaan we het over hebben in het volgende college. Dankjewel.